Welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Schorpioen. Let wel, het zal niet met iedereen resoneren. Laat het dan ook los. Kijk eventueel je maan, Venus of ascendant. Of vraag een persoonlijke reading aan via www.revibes.nl. Ook wil ik iedereen hartelijk bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer. Want daarmee maak je kans op een persoonlijke reading. En wat moet je doen? Geabonneerd zijn. Een like voor deze video en een rood hartje voor de reading en een paars hartje voor dit prachtige deck waar je dit keer ook kans op maakt. We gaan eens kijken. De energieën kunnen overvloeien, want ik ga man, vrouw, man. In ieder geval twee energieën pakken aan de persoon die je denkt, maar wat ik al zei, kan overvloeien. En we gaan eens kijken wat ik mag weten. Ik ga beginnen nu dit keer met de Romance Angel. Wat moet ik weten voor de lieve schorpioen? Laat vrienden je helpen. En let op tekens. Er zijn waarschuwingssignalen onrokbare liefde. En je trekt je zielsverwanten aan. Oké. We gaan eens kijken. Wat mag ik weten, lieve spirit? Ik ga een themakaart van jouw kant pakken. Wat mag ik weten wat het thema is voor de schorpioen? Wauw, de Ace of Cups. Wat zie jij de persoon? Waar sta je nu? Wat is er in het verleden? Even zo doen. Je blokkade. Onderop de Ten of Cups, de wereld en de Four of Cups en de Eight of the Tien van Staven en de Toren. Wauw. Heel veel verschillende energie. Wat ik voel is dat jij wel een keuze wil maken, maar je zit vast in je hoofd. Je weet soms geen uitweg, is de energie op dit moment. Je hebt veel liefde voor de persoon, is wat ik zie. Kan een twin flame of een zielsverwant zijn. In het verleden is er een aanbieding geweest, maar dat ging niet heel snel, is wat ik voel. Ga eens kijken wat ik mag weten bij de persoon. Wat is het thema van de persoon? Dat zijn er heel veel. De vier van staven omgekeerd. Oké. Het kan zijn dat de persoon in een commitment zit. Wat is de energie? Waar staat de persoon nu? Onderop heb ik ook de wereld, de Knight of de staven, ridderstaven, sorry, de zes van staven en de peets van zwaarden. Heel veel vuurenergie heb ik bij de persoon. Ja, wat ik voel is dat er bij jullie beiden ergens een completion in gaat komen of moet gaan komen. En dat kan dus met een huwelijk te maken hebben, met liefde of ergens anders in je leven waar dus een cycle in moet worden afgesloten. Het kan zijn dat je gelukkig bent met jezelf of dat je dat zou moeten gaan doen en liefde aan jezelf moet geven, zodat je ook weer een nieuw begin kan starten, is wat ik voel. De persoon in kwestie ziet jou op dit moment als iemand die niet helemaal happy voelt, is wat ik voel. En dat is energie, hè? Dus de persoon kan misschien jouw energie oppikken.
Ik zie hier veel verschillende energieën. Ik zie hier lucht. Wat ik voel is dat jij best wel afstandelijk kan zijn. Of afstandelijk, maar dat is. De persoon wil helderheid ergens in. En ik zie dat jij graag dat iemand misschien een keuze gaat maken. Met betrekking tot een huwelijk of een commitment of een karmische relatie. Ja, een blokkade is liefde geven. En de persoon zijn blokkade is een einde maken. Om dus ergens van los te maken. Misschien dat de persoon te veel hooi op zijn of haar vork heeft genomen. Wat ik zie in het verleden dat er iets was met communicatie dat dat niet helemaal goed ging. Dus het kan zijn dat er ergens een conflict was misschien. Dan ga ik zo verder vragen, want het is een beetje warrig. Ik voel. De persoon is bezig aan zelfontwikkeling of in ieder geval is bezig om zichzelf... Ja, te nurture, want dit is de Queen of Pentacles. En de Queen of Pentacles is een vrouw die gewoon heel erg geduldig is. En die een goede moeder houdt van de natuur. En ja, materialisme vindt de persoon ook belangrijk. Dus waarschijnlijk is dat ook wel een issue. Wat ik zie is, ja, familie of iets wat niet in balans is. En bij jou zie ik eigenlijk wel zelfverzekerdheid, toch wel. En de Ten of Cups natuurlijk. En een completion ergens in. Dus ik zie dat jij... eigenlijk wel iets aan het loslaten bent. En de persoon heeft daar moeite mee. Dus jullie spiegelen elkaar daarin. Dus jij bent niet tevreden ergens in hoe het is gegaan. Het kan dus zijn dat een persoon ergens te veel... energie in heeft gestoken, maar het kan zijn dat jij het niet ziet. Ja, er zou ergens een balans in moeten komen, is wat ik zie. Wat is die voor... staat, ja. Ja, weer de vier van staven, dus... Er is ergens waar een huwelijk of een commitment of iets is waar voorspoed in mogelijk is. Maar iemand zou emotioneel ergens van weg moeten lopen, is wat ik zie. Ik zie dat jouw energie best wel pittig is op dit moment. Dus het kan zijn dat je je gevangen voelt ergens in. Of dat je onzeker bent. Of dat je geen uitweg soms ziet. En dat kan dus met deze connectie te maken. Want jij wilt heel graag die liefde die jij voelt voor iemand weer terug. Alleen... kan er dus zijn dat iemand moet weglopen van iets wat niet meer dient. Ja, en communicatie weer heb ik hier. Communicatie is heel belangrijk, is wat ik voel in deze connectie. De persoon ziet jou als de Queen of Swords. Iemand die wel scherp van tong kan zijn af en toe. En je ziet de persoon als iemand van de vier van zwaar. Dus het kan zijn dat ergens een stilstand is. Weten. Hierofant, ja. Misschien is deze stilstand er ook wel omdat iemand zich spiritueel moet gaan ontwikkelen. Of in ieder geval zelfontwikkeling. Om dus te weten waar ze staan. En de Ten of Cups, ja, er is wel veel liefde tussen jullie. Ik voel bij de persoon heel veel vurigheid. Echt, kan ook zijn dat het misschien een collega is. Of dat het op de werksfeer is. Werkgebied. Ik zie veel financiën. En de ster omgekeerd. Ja,
iemand is in twijfel. Iemand wil wel graag die wish fulfillment, maar er zou eerst iets moeten worden afgesloten, een balans in worden gemaakt, is wat ik voel. Wat mag ik weten over die communicatie in het verleden? De 7 van bekers, de King of Wands. En de 7 van zwaarden. Ja, het kan dus zijn dat iemand niet helemaal eerlijk is geweest en daardoor wel veel passie. Maar het kan dus zijn dat er meerdere keuzes waren. Ik zie hier natuurlijk veel vuurelementen. Vuur kan dus staan. Die ja, zijn heel gepassioneerd. Ze zijn heel charmant. Maar met deze twee jonge energieën. Kan het dus zijn dat de persoon nog niet helemaal volwassen is. Of dat er een energie was van niet goed communiceren. Misschien meerdere opties erop nahouden. En ja, weglopen van een situatie. Niet eerlijk zijn. Wegsneaken. 2 keer een 7. Mag ik even van jouw kant doen naar de film? Want jij was wel betrouwbaar, is wat ik zie. Ja. Wauw. Ja. Maar ik zie, jij hebt hier echt wel veel in het verleden je geluk uitgehaald. En je zag dit ook echt als een spirituele connectie. En dat was het ook. Het kan zijn dat het in het buitenland was, of dat er iets speelde in het buitenland. Hoeft niet. Kan een leeftijdsverschil zijn. Hoeft ook niet voor iedereen, maar dit zag jij wel, maar ik zie wel dat je toch ook wel af en toe afsluit. Omdat je je eenzaam voelde. Omdat je het gevoel had dat er misschien dat het traag was. Dat er niet veel vooruitgang in kwam. Terwijl jij wel die zekerheid zocht. Maar hier zie ik dus hele verschillende energie bij de persoon. Dus het kan zijn dat de persoon wel communiceerde, maar daarna weer niet. Dus dat het steeds heen en weer gaat qua communicatie. En dan kwam die weer en dan twijfelde die persoon weer. En dan hadden jullie bijvoorbeeld seks of iets. En dan sneakte die persoon gewoon weer weg. Dat is een beetje wat ik zie. En als je dan waarschijnlijk vroeg van wat wil je, dan kreeg je daar niet echt antwoord op. Dat is een beetje wat ik voel. Ik voel dat die persoon wel een beetje een cycle daaruit probeert uit te komen. Uit die energie. En bij jou zie ik dat jij gewoon die burdens die je hebt gevoeld, of nog steeds met je meedraagt, van ontevredenheid, ook achter je probeert te laten. En gewoon zelf gelukkig wilt zijn. En dat is ook je uitdaging. Om dus de liefde, want er is wel nieuwe liefde ook onderweg. Dat hoeft niet met deze persoon te zijn, maar misschien een nieuwe. Om dus ook liefde aan jezelf te geven. Om dus eigenlijk jezelf ook gelukkig te voelen. En je thuis te voelen in je eigen velletje. Want dat is belangrijk. Want je bent, ik ga vragen waarom je je nog zo voelt. De temperance. Ja, je bent spiritueel. En je vindt het soms misschien lastig om op je gevoel te vertrouwen. En verzinkt soms in gedachten met waar je staat. En Spirit zegt, wij staan naast je zij, heb geduld, want er komt balans in je leven. Alleen laat wel de gedachte, let op je gedachten, want je gedachten zijn kracht. En voel jij dat er een spirituele connectie is, dan is dat vaak ook zo. En kom daarmee uit je hoofd. En laat vrienden je helpen. En bouw aan jezelf. Dat is heel belangrijk. Want doordat jij aan jezelf werkt, dan voel je je ook zelfverzekerd. Net als deze vrouw. En dan kun je ook dingen alleen aan. Wat mag ik weten over die Queen of Swords? Waarom ligt die daar? En die persoon is wel echt wel zelfverzekerd van zichzelf. Ook al twijfelt hij wel met emoties. Maar qua hoe de persoon overkomt, is wat ik zie. Is dat de persoon wel echt status heeft. Of in ieder geval trots is. En weet wat doet overkomen. Of dat die persoon heel veel zelfverzekerd is. En ook wel financieel gewoon alles in orde heeft. Ik heb hier de 8 van pentakels. Ja, de persoon werkt ook echt aan financieel gewin. Of die is met zichzelf bezig om meer succes te halen. Is wat ik voel.
Maar die burdens, wat mag ik daarvan weten nog? Ja, het is belangrijk dat die persoon ook, ja, zie, die burdens kan dus zijn, ja, dat die persoon jou ook heel erg energetisch voelt. Want de persoon voelt dat jij gevangen zit soms. En de persoon zou graag ook willen dat je gewoon zelfverzekerd bent. Want mocht het een spirituele connectie zijn, dan is het ook belangrijk om aan jezelf te werken. Want ik heb hier de Two of Cups. Dus het kan zijn dat er iets speelt. En twee van Cups en de Lovers heb ik hier. Dus het is echt wel een spirituele connectie. Ik heb hier de Temperance. En hier de Geliefde. Dus, en ik heb het vaker in mijn readings dat ik die connecties krijg. Maar dat speelt nu ook. Want het is ook een tijd van loslaten en voor de ware ziel te gaan. Wat mag ik weten over de Queen of Cups? Ja, de Ace of Swords, sorry. De Ace of Cups, de Five of Cups. En de Knight of Swords. Ja, wat chaoticiteit. Dus de persoon wil eigenlijk weg van chaoticiteit. En die cups die in het verleden verloren zijn gegaan, eigenlijk weer opnieuw oppakken met de Ace of Cups. En dat is ook de uitdaging. Wat mag ik weten over die Lovers nog? Ja, de Duivel. De Drie van Staven en de Toren. Ja. Er is dus wat jij wilt van de persoon. Of wat je verwacht of hoopt. Dat er bij de persoon ergens een torenmoment in komt. Dat er ergens toxiciteit wordt losgelaten. Zodat jullie eigenlijk voor elkaar kunnen gaan. En ik zie dat de persoon eigenlijk dat ook probeert te doen. Er is een energie van vluchtigheid. Van ergens van weggaan. De persoon moet emotioneel ergens zich van distancieren. En het kan zijn dat de persoon dat ook lastig vindt. Omdat de persoon dus misschien meerdere keuzes heeft of had. Of de persoon ziet ook dat jij ergens van weg moet lopen en je emotioneel niet meer gewond moet raken. Maar ook de liefde voelt, ja, die persoon voor je heeft. Want die liggen wel mooie kaarten. Alleen is er wel ergens heling nodig. Want er is wel een wisselfilm. Hier ligt ook de 10 van Cups. Maar ergens moet een balans in worden opgemaakt. Karmische delen worden opgeruimd. Wat is het advies? Ja, helderheid krijgen. Knopen doorhakken. En de moed nemen om ergens vandaan te lopen wat niet meer dient. En dit is wat ik voel. En dit is bij jou. Dus jullie hebben beide karmische delen waar jullie doorheen moesten gaan. Om dit dus door te maken. Ik ga eens vragen nog van dit deck aan de persoon zijn kant met de energie naar jou. Ja, zie, de persoon vindt jou wel echt leuk en dat wil de persoon ook eigenlijk wel vertellen. De persoon wil helderheid. Wat mag ik weten over die communicatie en dingen over het verleden? Ja, dus wat ik al zei, er was veel passie in het verleden. Wat ik al zei met die King of Wands. Dus het was een hele passion wat ik kan vertellen met het verhaal van dat de persoon veel passie, maar qua emotioneel eigenlijk zich dan weer wegliep. Wat mag ik bij jou weten nog? Ja, stepped in the back, heartbreak, pain, separation. Wat ik al zei, je voelt je... Je hebt je bedrogen gevoeld, is wat ik voel. Addiction, partying, attraction, sorry, flirting, dating, temptation, third party. Dus dat is wat jij op dit moment ook voelt. Of weet dat er iets speelt. Dat er iets speelde in het verleden. Of dat het misschien nog steeds zo is. En dat is dus ook wat jij graag wil. Wat de persoon loslaat. En misschien hoop je dat de persoon voor jou kiest. In plaats van de karmic. Of van de meerdere opties die de persoon in zijn of haar leven heeft. Kan ook bij jou zijn hoor. Dus kijk wat resoneert. Maar ik voel meer dat het bij jou is.
En ik voel dat je gewoon teleurgesteld bent in. Of teleurgesteld, je hebt echt al veel passie ook voor de persoon. Jullie hebben veel passie voor elkaar. Alleen, je wil dat ook graag op emotioneel vlak, is wat ik voel. Door elkaar te ontvangen. Ace of Cups. Ja, take a chance and take a risk. Not showing hand, gambling. Kan zijn dat iemand niet. Ja, iemand geeft wel zijn hand als de duivel. Maar het kan zijn dat iemand een risico moet gaan nemen om dus iets te verlaten. Of ik weet, ja, break up, separation. En dat is hoe jij de persoon nu ziet. Een soort van patroon stoppen. Dan ziet de persoon jou. The golden mirror, ja. Yeah. One-sided. En stepped in the back. Wauw, dezelfde. Dus het kan zijn dat het bij jullie beiden speelt. Maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval speelt er iets wat misschien mensen niet weten tussen jullie. Moet eerlijk zijn. Wat is er met het huwelijk? Sunglasses. Iemand houdt jou in de gaten. De persoon houdt jou in de gaten, is wat ik zie. Ik ga nog vragen wat de persoon in het geheim over je denkt. De persoon herhaalt steeds de conversaties die jullie hebben gehad, dus de gesprekken. Finding out the truth crossed me. Dus de waarheid ondervinden, dat heeft de persoon diep geraakt. En de persoon weet dat hij alles heeft, ja, dat het zijn schuld is dat hij het heeft verkloot, om het zo maar te zeggen. En de persoon wil wel graag vertellen hoe hij zich voelt. En ik verberg me achter materialisme. Ja, en dat zag ik al. Want ik zag hier de Queen of Pentacles. En dat is niet meteen dat die vrouw materialistisch is. Maar samen met de energie wat ik hier zag, kan het dus met de koning van zwaarden als staven. Kan het wel zijn dat het iemand is die daar wel van houdt, van aanzien. En ik voel jou, ook al zijn we niet bij elkaar. Dit is wat ik voor jullie heb, lieve schorpioen. Het is weer een beetje verwarrend. Het zal ook niet met iedereen resoneren. Daar ben ik me van bewust. Dus laat het dan ook echt los. Nou, dan ben je waarschijnlijk ook al weg. Maar dit is een beetje wat ik voel voor deze energie. En dat, ja, dat hoeft niet voor iedereen te zijn. Maar ik wens jullie al het goeds in dit stukje. Ik hoop dat jullie een oplossing kunnen vinden. En dat jullie weer naar elkaar toe komen. Want er is wel nieuwe liefde onderweg. Maar iemand zou wel iets moeten loslaten of iets doen. Waardoor dit dus wel tot succes gaat leiden. En dat kan wel, maar het moet wel eerlijk gaan, is wat ik zie. En dat verlang jij ook, is wat ik zie. Dit is wat ik voor jullie heb, lieve schorpioen. Laat het me weten, mocht het resoneren. Like deze video en abonneer, mocht je dat nog niet gedaan hebben, om kans te maken op die persoonlijke reading en het prachtige deck. Dus een rood hartje of een paars hartje. Ik wens jullie allemaal het goed. Tot snel. Doeg!